Gisteren zijn we natuurlijk allemaal geschokt door de verschrikkelijke aanval van Israël op het ziekenhuis in Gaza, waardoor honderden mensen vermoord zijn. Het raakt ons allemaal keihard en vandaag staan we daar om te demonstreren bij het internationaal strafhof in Den Haag. Waarom doen we dat? Omdat deze daden van de Israëlische regering niet onbestraft mogen blijven. Netanyahu en de rest van het Israëlische regime moeten hier bij het internationale strafhof vervolgd worden voor de misdaden die ze plegen tegen de Palestijnen. Het kan ook niet langer dat de Nederlandse regering de misdaden van de Israëlische regering die ze op dit moment begaan tegen de Palestijnen blijven steunen. Het moet stoppen. De Nederlandse regering moet Israël veroordelen. En ervoor zorgen dat de Palestijnen eindelijk gelijke rechten krijgen na 75 jaar onderdrukking. Die Palestijn!